Als ik muziek hoor, dan link ik dat gelijk aan dans. Dat maakt alles zeg maar net iets beter. Eigenlijk een beetje net als appelmoes. Het is gewoon het beste gevoel wat er is voor mij. Op dat moment dat je aan het dansen bent of dat je over de grond gaat, dat gevoel gewoon, connectie die je hebt met de vloer. Wat mijn dans heel speciaal maakt, is dat je heel weinig beweging echt een naam kan geven. Ik heb heel veel signatures. De signatures, dat betekent moves die heel erg herkenbaar van jou zijn. Dus moves die je eigenlijk compleet zelf hebt verzonnen. En waar een normale b-boy misschien 2 of 3 signatures of zelfs geen signature in 1 ronde heeft, heb ik er misschien 8 en ga ik van de ene signature naar de andere, naar de andere, naar de andere. Eigenlijk heb ik altijd gejudo'd vroeger. Judo heeft mij wel geleerd hoe ik mijn val moet breken. En in mijn dans rol ik best wel veel. En natuurlijk de judo-rol. Voordat ik begon met dansen kon ik al een zweefvallende judo-rol. Dus dat was gelijk al een beweging die ik in mijn materiaal stopte. En nog steeds. Mijn rug en mijn schouders zijn enorm stijf. Dus ik kan geen normale brug. Dus mijn lichaam heeft allerlei soort van mankementen. Maar dat heeft mij ook alweer gepusht om bewegingen op een andere manier te doen. Dus het heeft eigenlijk mijn creativiteit alleen maar gestimuleerd. In breken is het natuurlijk heel belangrijk om relevant te blijven. Maar het is ook heel belangrijk om niet overexposed te raken. Zoals je het dan weer met muziek wil vergelijken. Als jij jouw lievelingsnummer iedere dag hoort, op een gegeven moment is het niet meer jouw lievelingsnummer. Dan heb je het te vaak gehoord. En dat is met dans ook wel een beetje zo. Als ze mij ieder weekend op ieder bed nog steeds zien, dan op een gegeven moment is het verrassingseffect weg. Ik kijk zeker naar mijn discipline als kunstvorm. Het voelt nog steeds heel raar om het sport te noemen. Want het gaat er niet om wie het hoogste springt of wie het snelste draait. Het gaat erom wie zijn ding op zijn manier het beste uitvoert. Dus qua dat betreft wordt het ook eigenlijk meer als een kunstvorm beoordeeld dan als een sport. Vaak met zweet maak je figuren op de vloer. Dus denk zo, dit is gewoon kunst. Dus dat wilde ik graag experimenteren met verf op mijn kleding. Ik heb toen verf op mijn ellebogen, op mijn knieën, op mijn schoenen. En op die manier eigenlijk zo dit schilderij tot leven gekomen. Je voet als kwast gebruikt en dat patronen te maken met je voeten. Omdat Olympische Spelen zo'n groot platform is, waar zoveel mensen gaan kijken, wil ik er gewoon zeker van zijn dat break daar op de juiste manier getoond wordt. En voel ik het ook een beetje wel als een roeping om gewoon mijn stijl daar neer te zetten en Nederland te representen. En hopelijk die gouden plak te halen, dat zou heel mooi zijn. Want dan tegen die tijd ben ik 35, 34, dus het zal dan waarschijnlijk een van de laatste grote 1-tegen-1 competities zijn waarvoor ik echt als atleet voor ga knokken.